zijn ongeveer denk 2000 terrasstoelen in Wijchen. Dus wij vonden het wel leuk om 2000 condooms uit te gaan delen. Wijchense horecaondernemers voerden op een bijzondere manier actie. Ze vinden dat de terrassen veilig open kunnen. Wij staan in Wijchen wel een beetje bekend om onze ludieke acties die we de afgelopen maanden hebben gedaan. In januari kwamen we weer bij elkaar en toen hadden wij zoiets van, wij vinden dat de horeca veilig kan zijn. Als je dan kijkt naar wat de afgelopen weken allemaal gebeurt, kijk naar de pleinen, kijk naar de bossen, kijk naar de stranden, noem maar op. Het is allemaal hartstikke druk, waar heel vaak niet de maatregelen in acht worden gehouden. Ik denk dat wij met de horeca deels de overheid kunnen steunen in deze zaals en kunnen helpen. Weet je, bij mij op het terras wordt gewoon die 1,5 meter gehanteerd of wij hebben kuchschermen staan. Burgemeester Marijke van Beek nam een petitie in ontvangst. En met die petitie verzoeken wij eigenlijk hun om hun invloeden te wenden aan hogere hand. In de hoop dat daar druk wordt uitgeoefend zodat wij onze terrassen kunnen openen. En een BN'er die vanwege haar vakgebied heel goed past bij deze actie, ondersteunt deze van harte. En ik ben hier in Wijchen om mee te doen aan de actie Bij ons is het net zo veilig. En dat zijn condooms uitdelen. Nou, in mijn bedrijf gebruik ik ook altijd condooms. Maar hier is het een ludieke actie om te laten zien dat de horeca en alle andere zaken gewoon veilig open kunnen. Dus dat is...